Even een testje voor u thuis, dames en heren. Kent u deze stem? Een heel goede avond, dames en heren. Het is hoog tijd dat er ook een meisje op die sofa komt zitten. Dat is een heel mooie stem. Een van de mooiste van het land, vind ik zelfs. Ze werkt voor de radio, maar ze werkt ook voor Canvas. Voor de Canvas-collectie. Want morgenavond is er de finale. En ze is hier. Het gezicht bij de stem, Kirsten Lemaire. Goedenavond. Goedenavond. Met het gezicht van de Canvas-collectie op Canvas. Jullie hebben gezocht naar nieuwe of onbekende kunstenaars nog. Mm-hmm. Het is een beetje een idool voor kunst eigenlijk. Hè. Was er nog wat op de markt? Ja, idool voor kunst zou ik het eigenlijk niet noemen. Want het is eigenlijk echt een zoektocht naar een goede lichting, hedendaagse, jonge, liefst kunstenaars. Mm-hmm. Dus echt idool is het niet. De mensen krijgen ook gewoon een forum. Maar ze krijgen ook heel veel feedback van de jury's die hun werken bekijken en bekritiseren. En dat gebeurt op een opbouwende manier. Dus ook om, zelfs als die mensen niet winnen, zijn er heel veel mensen die langskomen om gewoon eens te horen van kijk, ik ben goed bezig, ik ben niet goed bezig, ik kan die richting nog uit of dit of dat. Morgenavond is de finale op Canvas, maar deze week is er al, heeft de jury gezegd wie er gewonnen heeft. Mm-hmm. Het was de moeite. Het was fel. We gaan even een fragmentje laten zien, dames en heren. Het eerste wat u ziet is de winnende kunstenaar die ook bezig is met zijn kunstwerk. Het is een performance. Even kijken. I want my 50 minutes of fame. Now or never. In Jas van Engelhoop. Forever. Forever, ever. Forever. De gewinnaar is... Injas van Engelgom. En er was applaus, maar er was ook wel een beetje boegeroep. Er was heel veel boegeroep zelfs. Er waren heel veel kunstenaars aanwezig. Iedereen was er natuurlijk voor die prijsuitreiking. Er waren ook heel veel museumdirecteurs binnen, familie van al die kunstenaars. En de mensen waren duidelijk niet tevreden met die keuze. Want er waren wel echt plezante dingen ook. We gaan even kijken. Je moet maar even commentaar geven intussen bij wat we zien. Dit is een meisje met heel veel honger. Wat is die aan het doen? Ja, het is een heel jong meisje. En dat is zo'n heel frail, blond meisje. Je ziet het. En die had allemaal chocolade gesmolten in een gigantische pot. Gewoon in een kookpot. Ze had daar een massieve blok chocolade van gemaakt. Ja. En dan, het is een proces van uren natuurlijk. Dan is ze beginnen kauwen. En dat is uiteindelijk, dat is een zelfportret. Nee. Autoportret van Chloé Schuiten. Ja. En wie is dit? Dit is de oudste deelnemer van de Canvas-collectie. Dit is Jerzy, met een schilderij dat hij in 1957, als ik me niet vergis, gemaakt had. Oh. En die man die dacht van, mijn vrouw die vindt alles wat ik doe slecht. ze vindt het echt niet interessant wat ik maak. Dus hij is gewoon met zijn schilderijen naar Wiels in Brussel gekomen en heeft gezegd van, kijk, ik wil dat toch eens tonen. En hij hangt er nu ook wel in de bazaar. Ja. Heb je dan ook iets gekocht? Nee, ik heb niks gekocht. Ik vind dat altijd moeilijk. Want ik herinner me, vorige keer had ik iets gezien wat ik heel graag zag. En ik vroeg dan, kijk, ik vind het echt wel heel mooi wat je gemaakt hebt. En zou je het verkopen? En hoeveel vraag je daar dan voor? En ik vloog achterover van de prijs. Dus ik dacht van, cool. Maar dit kan ik eigenlijk niet. Ik wil ook nog op prijs kunnen gaan en zo. Dus ik heb het toen niet gekocht. En daarmee denk ik dat ik dit jaar heel voorzichtig geweest ben. En ik heb het gewoon niet durven vragen. Dus, het zou nog iets zijn voor Peters en Pichal om ze die kunstprijs te zoeken. We hebben dat gedaan, denk ik, bij de eerste... Soms denk ik, we hebben alles wat gedaan is ook daar dat we stoppen. Maar bij de eerste collectie hebben we dat is gedaan. Ook die verschillende mensen die dan die werken bekijken en dan zeggen... Ja, 3000 euro kan ik door vragen. Of 100 euro. En waar ze dat dan passeren, dat blijft heel erg. Heel. We zeggen net een performer, die performance artiest, zeg maar. Jij bent er ook zo eentje, Maxime. Met Cirque. Jullie hebben zich ingeschreven zelfs voor de Canvas-collectie. Met het kleinste café van het land of van de wereld. Ja, het noemt Le Grand Café. Dit is, maar het is eigenlijk het kleinste café ter wereld. Het kleinste bruin café ter wereld. Waar gerookt mag worden. Dus we hebben een vergunning om te roken, omdat dat geldt niet voor zo'n kleine... Ja. En hoe groot is dat dan? 1,5 denk ik, of 1,80 op 1,80. Ja. Gezellig. Maar het was gisteren dus een beetje boel in de bazaar, want iedereen stond daar dus met sigaretten, maar ze mochten niet aangestoken worden, want in de bazaar al die dingen beginnen dan te piepen en te doen. Nu, Kirsten, je bent van radio naar televisie gegaan. Hoe was dat? Voor mij was dat niet zo heel erg verschillend, gewoon omdat ik ook gesprekjes doe met mensen. Dus dat is eigenlijk wat ik op de radio ook doe. Ik doe interviews met bands of mensen die langskomen. En bij de Canvas-collectie is dat eigenlijk net hetzelfde. Het enige,
Je kan niet in je pyjama of zo op de televisie komen. Flauw, of, dus echt ik vind het flauw, ja. Ja. Echt, hè? Ja, op Studio Brussel maakt het echt niet uit of ik nu in een slobber jeans ga werken. Ja, nee, daar of, loopt iedereen ook naakt door. Dat is ook wel waar, ja. Goed, ja, we durven alles zo doen. Ja, dat is waar. Ja. Bij thuis ook, zeg. Bij sanitechniek. Maar ja, tv, dat is inderdaad. Ja, en schminken en je haar en dat soort dingen. Ik kan dat ook allemaal niet, dus ik ben blij dat dat je hebt je moeten zo... leren schminken dan? Ja, ja, ik heb dat echt moeten leren. Ik wist niet hoe... Ik had misschien zo'n ding, een mascara of zo, dat had ik nu wel. Maar zo al die andere dingen, ik kon dat dus gewoon niet. Dus voor de eerste canvascollectie 2 jaar geleden, dat was toen nog samen met mijn collega Elke Jacobs, hebben wij een soort van make-up les gekregen hier op de VRT. Schitterend. Kan iedereen dat volgen op de VRT? Je kan dat volgen, ja. Dat kan ja, want van jij gaat misschien. Van radio naar de televisie. Ja, dat ik het vraag. Maar ja, je moet zo geen nee, oogdingen moet enkel zo poeder, doen. Hè? Dus... Enkel poeder om niet te blinken. Ja, poeder erop. Ja. Allee, vooruit. Ja. Ja, je hebt al televisie gedaan. Vorig jaar heb je Eurosong gecommentarieerd. In 2011. Als invaller voor Anja Daams. En dat ga jij dit jaar doen. Ik mag dat dit jaar doen. Ik vroeg me af, heb jij tips voor mij voor het Eurosong te becommentariëren? Ja, toch wel een aantal tips. Wat ik zeker niet zou doen, is al die liedjes al 1000 keer op voorhand beluisteren. Nee. Want na een tijdje vind je ze allemaal goed. En dan zit je daar elk liedje te bestoeven. Tweede ding, ik denk dat je best uit de kast komt. Gewoon voor een week. Peter, zeg dat je homo bent. Want op een of andere onverklaarbare manier... Alright, Jordi. We zijn al met drie. Nee, we moeten het misschien nog niet te gezellig maken. Op een of andere vreemde manier. Ik weet zonder niet hoe het komt. Zijn nog leuker om je te Zullen we even anders... Nee, op een of andere vreemde manier zijn er ongelooflijk veel homo's. En zeker niet allemaal, want anders krijg ik boze... Facebookberichten, die dat Eurovisie Songfestival altijd leuk hebben gevonden al sinds ze kind zijn. Dus als uw kinderen thuis graag dat Songfestival zien en het is een jongen, beginnen jij daar dan maar al op voortbereiden. Dus ik zou dat over een week doen. Toch iets aan de hand zijn met mij, mama. Zeg Kirsten, Moederdag, heb je al een cadeautje voor je mama? Nee. Nog niet. Nee, gelukkig is er de, dames en heren, de moederdag winkelkast. Echt waar, ik voel me toch een beetje een Walter Capio. Alhoewel, dat moet je zo gaan staan. Maar goed, wat zou jij willen uit de kast? En wat is er nog over? Veel hoor. Ken je de maat van je moeder? Ja, tuurlijk. Ja, wilt je een BH? Maar ik denk dat ze niet zo rozig is. Wat kan ik kijken? Nee. Ja, maar ja, dat zit onder kleren, dat is niet erg. Hè. Dat is gewoon een vasthouden, die dingen. Even kijken. De dat maat, is, nee, het zal niet goed zijn. Nee. Is het niet goed? Nee, het is niet goed. Het is een 80D of zoiets, blijkbaar. Nee, D is niet goed. Deze is niet goed? Wat heeft ze? Nee, kan dat niet. Nee. Sorry, mama Lemaire. Wacht, dus heerlijk logeren en wellness voor twee. Ja? Ik ga een beetje naar mezelf denken. Wellness voor twee misschien. Dan kan met uw mama. Ja, wellness mama? Voor twee. Ja? Oké, geen probleem. Alsjeblieft, de bonkebon is voor u. Ze zou wel plechtig afgeven, natuurlijk. Ja, met heel veel groetjes van jou. Ja, oké, ik kan dat doen. Groetjes van mij. Groetjes van jou. Rauw. Dit begint al te komen. Ja, het is al te ver. Ja. Goed, dames en heren. Morgenavond dan is er op Canvas de finale van de Canvas-collectie. Met deze mooie radiostem, Kirsten Lemaire. Ja.